Ja, Jan. Ik zat te denken van, heb jij al werk gevonden eigenlijk? Want je was een tijdje op zoek naar werk. Ja, ik was wel op zoek naar werk ook. Ja, maar heb je iets kunnen vinden? Wanneer? Wat? Werk? Ja, ik heb je, nee. Heb je momenteel werk verdienen geld? Ik verdien wel geld, maar ik krijg het niet altijd. Heb jij werk? Ik ben Money Stacks. Wat voor vraag is dat of ik werk heb? Ik ben Jan Jan. Ja, je vraagt het ook aan mij. Ja, maar verdien jij geld door Jan Jan te zijn? Ik vind van wel. Ja. Verdien jij geld door Money Stacks te zijn? Tuurlijk verdien ik geld door Money Stacks te zijn. Money Stacks. Money staat voor geld, Stacks staat voor geld. Hé, hey, dan heet ik vanaf nu geld mens. Dan heb ik ook geld. Dat was de slechtste vergelijking die ik ooit heb gehoord in mijn leven. Hoe kom jij aan geld dan? Like I said, ik ben Money Stacks. Ik hoef alleen maar te lopen over straat en mensen gooien gewoon geld aan mij. Gewoon puur omdat ik Money Stacks ben. Maar ik ben geen stripper. Ik ook niet. Wat ik aan heb? Nou, schoenen en een broek en een vest. Moet ik het uitdoen? Oh ja, ik moet het uitdoen. Ja, ik doe het nu uit. Wat is dat? Oké, okay, nou ja, oké. Okay. Ik heb eigenlijk helemaal niks aan nu. Ja. Het is gewoon niet makkelijk om aan geld te komen. Ze willen me nergens hebben en dit was een aanbieding. Soms moet je daar wat voor aan de kant zetten. Niet doorvertellen. Ja. Yo, schiet op boy, stak aan. Ik kom man, zo. Schiet op man. Waarom ben je zo lang man? Ja, ik weet niet of ik met jou in de auto wil Hoezo? Zitten man. Dat ik te goed rijd? Jan, what's going on? Ik moet eigenlijk nog naar de wc. Is dat je moet naar de wc? Ja, naar de wc. Nummer 1 of 2? Nummer 2. Er is geen tijd voor dat Jan. Er is echt geen tijd voor dat, let's get it. Let's go. Maar ik moet hier doe je maar onderweg in de auto zo, maar je gaat nu niet naar de wc. Ik kan niet naar de wc in de auto. Daarom, ja, je gaat niet naar de wc, dat is wat ik ermee bedoel. Ja man. Yeah. Dus we gaan nu naar de roots van hip-hop, dat is in Breukelen. Je weet toch, want Brooklyn mensen, heel veel mensen denken dat Brooklyn eigenlijk de roots van hip-hop is, maar dat klopt niet. Want Breukelen, of tenminste Brooklyn, is een kolonie geweest van Nederland. Dus okay. Eigenlijk is Brooklyn vernoemd naar Breukelen. Knowledge. Dus we gaan nu daar naartoe en daar breist het voor hip-hop. En als hip-hopper moet je daar gewoon geweest zijn. Anders ben je niet echt een hip-hop. Dan ben je gewoon nep. Snap je wat ik bedoel? Ja man. En wij zijn niet nep. Daarom, we zijn real man. Wij zijn echt. Wij zijn real. Daarom gaan we daar naartoe. Let's get it man. Let's get it. Oké. Okay. Ja, jij rijdt. Ja man. Yo, peep the style and the way the cops sweat us. The number one question is can the feds get us? I got vendettas and dice games against ass betters and niggas who pump wheels and drive jetters. Take that with ya. Hit ya, back split ya. Fuck fist fights and lame scuffles. Oh shit, eindelijk man. Shit, ja man. Voelen jullie die connectie met hiphop? Ik moet zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld man. Ik had er veel meer verwacht. Ik ook man, dit is toch helemaal geen hiphop? Ik had verwacht overal mensen met boomboxen, bootbox man. Dat we moesten duiken voor kogels, politie overal. Check het water, check het water. Kijk hoe het stroomt. Voelen jullie die flow? Nee. Ja, dat is de flow van hiphop. Gewoon als je te lang ernaar kijkt, krijg je gewoon spontane flows in je hoofd en shit. Ik heb al 3 verses geschreven en shit. Voel je die shit niet? Er is iets mis met jullie, man. Zeg je eerlijk. Ja man, kijk, hier had Tupac gemediteerd. En toen werd hij een dope rap. Zwaar man. Deze boom wil niet aangeraakt. Nee, dit is de boom van Tupac. Hey, don't stop pushing the tree. Dit is Breukelen. Stacks voelt zich helemaal thuis, dat zegt veel over. Ja man. Zegt ook veel over Breukelen. Damn. Maar het is wel mooi. Ik bedoel, het is niet het centrum van hiphop, maar het is wel mooi. Maar ik zie niet zo heel veel natuur. Dit is de Biggie boom. Biggie heeft gemediteerd en toen heeft hij Ready to Die gemaakt, een Life After Death. De Biggie boom.
Shit, maar dus Tupac en Biggie waren zo dicht bij elkaar? Nee, ze waren vrienden vroeger, daarom, toen ze nog vrienden waren en zo. Oké. Okay. Oh, dus toen kregen ze beef en toen ging Biggie naar die andere boom en Tupac verderop, maar nog steeds al de straat, je weet toch? Oh, ja. Yes. Fuck. Arme Jan. Damn Jan. Ja, moet hij maar leren poepen in de natuur, hè? Ja man, ga onder die boom of zo. Ik heb al gezegd, doe het bij die Biggie boom. Onder de Tupac boom. Nee, je gaat niet bij de Tupac boom. Dat is respect voor man, kijk. Tupac Biggie boom niet mag, maar niet, je gaat niet bij de Tupac boom. Nee. Of je kan ook zwemmen gaan, gewoon ga in het water en dan niemand ziet het. En terwijl je zwemt, laat je het gaan en niemand ziet je. Niemand ziet het. Ja man, dames en heren, dit is de Brooklyn Bridge, de enige echte man, ja man. Brooklyn Bridge. Sick man, ik zeg je eerlijk. Als jullie een plek tegenkomen waar een wc is, dan hou ik me aanbevolen, want ik moet echt heel nodig. Kijk eens naar rechts. Ga je gang. Ik zie Jan verpest, joh. Dit is nasty man. Oh ja, deze Jan, jongen. Oh man, deze Jan. Zoveel brug hier. Ja man, want je moet over de brug komen hier. Hij is aan het mediteren. Ja man, dus weet je wat dit is? Dit is de hip-hop garage, je weet toch? Hier komen hip-hop sterren. Nee. Dus alle hip-hop sterren komen met een auto. Paparazzi! Hey, what the fuck man? Waarom de fuck ben je foto's van mij aan het nemen nu? Fuck! Hey, bladzakken! Hey! Je speelt met mijn privé! Ik ben gewoon aan het chillen, je komt gewoon foto's van me nemen en shit. Ik heb ook recht op mijn privacy, of niet? Ik heb toch ook recht op mijn privacy. Oh, volgens mij is het gevallen, man. Hoe bedoel nee, je? Man, fuck deze shit. Altijd met rust, man. Hij komt me altijd als te gevallen. Hij en onze collega's en shit. Ik word wakker, ik zie camera's. Ik lig in bed, ik zie camera's. Ik zit achter de laptop, ik zie camera's. Wanneer de fuck moet ik mijn rust hebben? Even serieus, wanneer kan ik rusten? Wanneer kan ik... Ik weet echt niet wat de fuck ik moet doen, man. Ik weet niet of ik nog bekend wil zijn. Ik zeg je eerlijk, ik wil niet meer beroemd zijn, man. Maar what the fuck, man. Oh, yo, deze paparazzi, man. Ja man boys, weet jullie wat dit is? Wat? Dit is de poort van hiphop. Ja man, als jij een geloofwaardig rapper wil zijn, moet je door die poort heen gaan. Ik ben er doorheen gegaan als eerste, Biggie, Tupac. Stacks man, dus even serieus man. Ja, man, wat even serieus. Kijk om je heen man. Kijk man, dit is toch geen Brooklyn, ik voel geen hiphop, ik voel geen muziek. Het is niet gangster, het is niks man. Kill. Jij wel gelijk, jij wel gelijk man. No shit. Fuck. Shit. Dus dat is geen poort van hiphop? Nee. Fuck. En dit, is dit geen raam van hiphop? Nee. What the fuck? En die lamp? Nee. Yo, what the fuck? En hij, is hij geen rapper van hiphop? Nee. Ja, dat was een domme vraag. Ja, waarom stel je die vraag? Ik weet het niet, man. Oh my gosh. Ja, ik moet zeggen, het valt wel tegen. Ja, dat vind ik ook, man. Dit is geen hiphop. Nee, we hadden hele andere dingen verwacht. Weet je, overal graffiti, mensen die aan het breakdansen zijn, mensen die aan het rap battlen zijn. Ik zag alleen maar oude mensen. Ja, en gewoon een beetje... Het is op zich wel leuk, weet je. Het is wel leuk om gewoon even toerist te zijn, een beetje Nederland verkennen, maar dit is niet de bron van hiphop zoals Stax dat bedacht. Je hebt hier niet de poort van hiphop en de boom van Tupac en nee, dat weet is ik allemaal. Het is gewoon een beetje normaaltjes, een beetje oud. Geen mensen met boomboxen op straat, maar... Het is helemaal niet gevaarlijk. Maar daar kunnen we verandering in brengen. Ik denk dat we gewoon zelf een beetje hip-hop hierin moeten gaan implementeren, man. I like that. Ik hoor je. Je zegt niet vaak goede dingen. Ik zeg heel vaak goede dingen, maar jullie horen mij niet. Wat zei je? Oké. Yeah. Shit is insane. Jullie rappen zijn lame. What? Ik ben nummer 1 in de game. Nummer 1 in de game. Yo. Ik ben nummer 1, shit is insane in the membrane. Je weet hoe ik het doe. Money stacks, altijd gefocust op de motherfucking loot. What? Ik ben op mijn A-game. Je weet iedereen die ik. Oh shit.
What the fuck? What the fuck? What is dit? What the fuck? Fuck. Wie de hell was dat? Yeah, what the fuck is dit? Hé, hey, is een fucking gevaarlijke buurt, man. Ja, man. Yo, en een fucking gevaarlijke zak. En misschien moeten we even kijken wat het is. Ja, kan je niet even openmaken? Ja, of hebben jullie gezien? Zak. Zak drugs. Oh, oh. Dat is, ja. Oh, dus er zit drugs in. Oh, shit. Hey. Oh, is drugs melange. Oh, shit. Oké, okay, dus oh, dit shit. Is drugs. Oh, wow. We gaan money maken, boys. We gaan fucking geld maken. Ja, man. Hey. Soms komt geluk gewoon uit de lucht vallen, man. Ik zeg je eerlijk. Hé, hey, man. Ik weet niet zeker. Ik heb nog nooit... Ik weet niet of ik hier dit... iets mee te maken wil hebben. Hey, dit is lot dat we dit hebben gekregen. Ik ben, is ik raar ben dat altijd dit down, maar niet... Ik weet niet, gaan horen jullie dat ook? Hé, hey, je zak erop. Wat is dat? What the fuck? What the fuck is dit? Oh shit, we worden gebeld. Oh damn. Moet ik opnemen? Nee, man. Nee, 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 niet opnemen, niet opnemen. Het is wel grappig. Niet opnemen. Het is niet grappig. Fuck dat. Wacht. Hallo? Ja. Ik, zou dat misschien wel kunnen doen? Ja, nee, ik moet het even bespreken met de drugs bazen of zo. Ik kom zo bij je terug. Wat gaan we doen? We moeten het sowieso doen, man. Nee, we moeten straks bellen ze de politie. We gaan toch niet de politie bellen? We zijn zelf. Wat is de tijdstip en de locatie? Dan komen we daar. We zijn daar. Oh, nu zit je wel erin. Ja? Oké, okay, dus om die tijd. Oké, okay. Dat is cool, je zal ons zien. Nee, top. Ja, man. Je zal ons zien, man. Oh, je herkent me aan gewoon mijn swag, je weet toch? Dan weet je wel wie de fuck ik ben. What the fuck? Wat doe je, man? Oké, okay, wat is het? Waarom gaan we met dit soort mensen in zee? Ik denk waarom, dat we nu gewoon drugsdealers zijn. Ja! Boys. Waarom heb je dit gedaan? Boys. Nee, dit is toch niet goed voor onze reputatie? Er zijn maar, camera's bij. Ze zien alles dit wat we doen. Ze zien dat alles echt we G's kwamen hier de alleen maar voor. Zien dat we kwamen hier G's voor nee, ik zeg hip-hop. Ja, maar kijk, iedereen heeft het nu. Iedereen gaat dit zien inderdaad. Oh, what the fuck eigenlijk, man. Nee, ik zorg ervoor dat we fucking rijk worden. Misschien kunnen we beter dit vragen of ze dit niet willen uitzenden. Jullie moeten dit juist uitzenden. Dan kunnen mensen zien dat we echt de G zijn, je weet toch? Wow. Ja, man. Ik. Jullie stressen te veel, boys. Ik zeg jullie stressen te veel. Ik stress niet genoeg. Ik heb eigenlijk best wel een beetje spijt dat ik dit heb gedaan, man. Ik had kunnen weten dat dit kon escaleren met Money Stacks in de buurt. Die doet altijd dit soort dingen. Oké, okay, ik ben best wel. Teleurgesteld in de keuzes die vandaag gemaakt zijn. Maar aan de andere kant, ik moet ook echt, echt heel, heel nodig poepen inmiddels. Ik voel mijn darmen bijna niet meer. Dus ik doe gewoon mee, fuck it. Als ik daarna naar een wc kan, prima. Brooklyn is best wel chill, man. Ik zeg je eerlijk. Fucking mooie stad. De zon schijnt. Het is allemaal een teken, man. Een teken dat we rijk gaan worden. It's Brooklyn in the house without a doubt. Hey, hey, hey. Ik voel geen. Nee, ik vind het best wel ghetto eruit zien. Oh shit, wacht, die dealer. Oh nee, wacht. Hm. Oh. Wie is dat? Hallo. Ja, wie is dat? Wat ik aan? Ik heb een, jas aan en een stak. Er op. Maar ik heb eigenlijk nu geen tijd hiervoor. What the fuck was dat? De dealer. Hij wou weten of alles goed ging. Oh. Ik heb gezegd ja. Oké. Okay. Een attente dealer. L-Y-N is the place where I stay. The beat ticking off the old, the okay. Place where I rest. Dit is een van de eerste bomen van hip-hop. De reden waarom hij zo koud is, is omdat hij alles heeft gegeven voor hiphop. Alles. Alle bladen zijn eraf gevallen. Net als bij hem.
Oké, wat je hier ziet is dus de eerste wc in de geschiedenis van de hiphop. En het mooie van die wc is dat ik heel nodig moet poepen en dat ik eindelijk een wc heb gevonden. Even de ingang. Ja, wat de fuck doe je? Yo. Hij heeft geen deur. Oh shit. Beter man, het is beter. Ah, beter. Ja man, ik ben blij dat het geen deur is. God. Het is jouw shit niet eens waardig gewoon. Hij heeft gewoon deze deur. Damn. Arme Jan. Jan. Ik zeg je eerlijk, als ik door Breukelen loop, dan besef ik wat de echte definitie van hiphop is. Je weet toch? Hip hop. Hop hip. Dat laat je even zien, je weet toch? De manier hoe ik loop, die swag. Dit is hiphop. Waar is hij nou weer mee bezig? Wat de fuck? Ik hop op een hippe manier. Jij kan ook echt nooit normaal doen, hè? Ik kan nooit normaal doen. Dit is de definitie van hiphop. Ik kan niet eens normaal lopen. Alright, man. Je vergeet je. Ja, man, I does this. Dit was de plek, toch? Ja? Hey boys, ik denk dat ik hier niet aan mee ga doen, man. Tot hier en niet verder. Hoezo? Ja, ik weet niet, man. Dit voelt niet goed. Fucking hypocriet, man. Hoezo? Dit is afgesproken met jou. Dit voelt niet goed, man. I don't know, man. Ik vertrouw dit. Ik vertrouw dit dude niet. We gaan toch all the way? We gaan toch door te kijk waar we zijn, man. Ja, man. Ja. Hé, weet je wat? Vanaf nu ben jij mijn beste vriend, man. Fuck dat. Want deze boy... Ik dacht dat ik al je beste vriend was. Maar ik vind het wel leuk, maar het is niet echt. Maar ik vind het wel... Ja, really? Man. Ja. Ah, prima, man. Maar mij niks, hè. Hey, doe je ding, man. Doe je ding. Maar we gaan het geld niet met jou splitten. Nee, ik hoef niks hiermee te maken. Jij gaat skeer blijven voor woordenrij. Je blijft gewoon skeer. Ja. Jij blijft skeer. Ik ken jullie dadelijk niet meer, man. Pussy boy. Ja, man. Hé, hey, wij zijn tenminste beste vrienden, toch? Wat jij wil. Ja, wat jij wil. Hey yo, ik zeg jullie eerlijk, man. Als ze opgepakt worden door iets dergelijks, ik ken ze niet. Ik heb nooit van ze gehoord. Ik weet niks over USB. Popo mag ver weg van mij blijven, man. Ik ken ze echt niet, man. Yo, ik fok niet met deze shit. Zo, ja, man. Maar ik zeg je eerlijk, als politie komen we worden opgepakt, misschien is dat juist goed. Want dan heb ik tenminste echt iets om over te rappen, weet je toch? Hé, hey, maar dan heb ik iets om over te rappen, man. Ik ben een keer opgepakt geweest. Ik heb een nacht in de cel gezeten. Echt nog heel kort geleden, ja, man. Hé, hey, dan heb ik dingen om over te rappen, man. Waarom moet je zo wel liegen? Ik heb eindelijk. Jij liegt echt veel. Ik lieg nooit. Ik heb eindelijk iets om over te rappen en je gunt het me gewoon niet. Maar je moet niet rappen over dingen die je niet hebt meegemaakt. Wat moet jij nou dat zeggen, man? Wat bedoel je daarmee? Alles wat ik rap is real, man. Shit. Oh, wacht even. We zijn nog steeds beste vrienden. Is dat hem daar? Is dat die dealer? Ik denk dat jullie misschien beter daar kunnen blijven. Van drugsdealers met de camera's. Ja, laat die camera daar blijven. Yo, Jan, kom. Laat me niet aan in. Heren. Yo. Hey, zijn jullie gevolgd? Sowieso niet, man. We zijn pro's, man. Dit is wat we doen. Nee, we zijn niet gevolgd. Nee. Heb je de doop? Kijk hier, sowieso. Heb jij het geld? Ja, bro. Oké. Lijkt wel een sample, man. Je wilt een sample van de drugs? Ja, man. Shit, dan wil ik ook een sample van dat geld hebben. Ja? Wat? Nee, je hebt meer geld gezien toch al net? Ja, maar shit. Geld is geld, toch? Ja, drugs is drugs. Oké, nee, maar het is niet erg. Je mag wel een sample. Dus, oké. Okay. Toch? Okay. Nee, weet je wat? Neem jij een sample. Ik? Ja. Ja, man. Ja, eigenlijk hoef dat niet. Ik hoef dat niet. Je bent er vaak genaaid, man. Maar ik heb al op. Ik heb geen track. Zo werkt. Dan moet je track gaan kweken. Ja, man. Neem een sample. Dit is wel een belangrijke deel, dus je moet het wel echt. Hier, ik heb een lip voor je. Neem een sample. Van wat? Komt goed. Van de drugs. Weet ook. De cocaïne wat erin zit. Wat is met deze man? Ik weet niet, man. Ik weet ook niet waarom ik met hem ben.
kom op, ik kan het doen. Maar ik moet heel nodig poepen, ik moet eigenlijk weg. Nee, eerst dit, dan mag je poepen. Ja, toch, van, de deal is belangrijk, man. Shit. Oh, poepen kan elk moment komen, ik ben hier. Oké. Hoi. Ja, man. Wat doet deze guy? Hij gaat de sample nemen, maar... What the fuck doet deze guy? What the fuck? Kill! Je moet die kill! Je moet die shit flippen! Boy, man, what the fuck? Dat is vies! Yo, Willy! Willy! What the fuck? What the fuck is er net gebeurd, man? Shit, Willy, je hebt ons gered, man. Waar staat die? Je hebt ons wel gered, maar ik zeg je eerlijk, die boy had opeens een knuppel. Ja, maar ik weet niet hoe lang hij wegblijft, man. Hey, wat, We moeten wel weggaan van hier, man. Oh shit. Deze boy heeft gewoon coke gegeten. Ik heb coke gewoon gegeten. Why? Ik moest een sample nemen, ik kan er ook niet op. Met je mond? Shit, ik kan hem meenemen. Met je mond, Jan? Ik weet toch ook niet hoe dat werkt. Hey, maar kom, we gaan. Ja, man, we moeten wel snel gaan, man. Ja man, jullie zien nu de echte leven van de echte gangster, je weet toch? Kijk, hey, ren door man, kom op! Hey, wacht, hey! Yo, oh, kom op, man! Shit! Fuck man! Fuck! Laat! Hey, kom maar! Hey, laat die! Kom man, kom! Oh, joh, laat me die shit, stap in boy! Oh joh, waar de sleutel? Waar doe jij de sleutel? Kill, rij man! Wacht, ja, go! Wat? Ik heb hem, wacht, chill boy, shit. Zet me niet onder druk, anders kan ik het gaatje in. What the fuck, man? What the fuck? Oh, yo. Go! Rijd sneller. Ik doe mijn best, man. Ik doe mijn fucking best. Rijd sneller. Oh, shit. Oh, shit. What the fuck? Ik weet niet. Leef je nog of... Boys, ik ga even checken. Rustig. What the fuck? Oh, man. What the fuck? Wat doet hij? Oh shit. Leeft hij nog? What the fuck? Oh, wacht. Hij leeft nog. Oh shit. Hey, weet je wat? Hey. Ja man, mooi. De camera man. Vergeet de camera man niet. Ja, hey, fuck dat man, we hebben geen tijd voor hem. What the fuck, hey, sorry man, we hebben geen tijd voor hem. Hij is hier. We hebben geen tijd man. Oh man. Really? Ja man, sorry man. Cut your losses. Hij wist waar hij aan begon. Ja, dat is het waar man. Hey, wij zijn tenminste niet gepakt man, fuck it. Hey, ik heb die guy zijn lepel nog. Leven in de ghetto is geen fucking grap. Vandaag maak je die money, maar morgen word je genakt. Je zit vast en je wordt een lange tijd gestrapt. Al mijn homies die zitten een lange tijd in de bak. Wat kan ik doen, heer, wat kan ik doen? Elke dag is een risico voor een beetje poen. We willen groen, ja, we leven erbij. Wat gaan we nu doen? Proberen? Mama, ik voel me niet goed, mama. Altijd met een vet laag, je ziet me onder low. Dit is